Jong Ajax op een teleurstellende 19e plaats tegen Jong AZ dat keurig 11e staat. 1 punt slechts voor Jong Ajax, maar hier is wel de eerste kans. En via Misehoei ook de treffer. Verhulst raakt de bal nog, maar dat is niet genoeg om het doelpunt te voorkomen. En na 5 minuten al de 0-1. Paasje goed en Misehoei krijgt hem ja, op een of andere manier toch ja, bijna door Verhulst heen. Hobby Verhulst is in het doel, ook Poku in de basis, Cassius en Goudmijn. Naam eigenlijk natuurlijk van het eerste van AZ, hier is bijvoorbeeld Goudmijn. En die geeft hem aan Cassius en Cassius schuift hem erin. Razendsnelle gelijkmaker van Denso Cassius. Zijn eerste doelpunt in de keukenkampioen-divisie in zo'n 2 jaar tijd. Hiervoor natuurlijk Volendam, een tijdje in het buitenland gevoetbald. En dat laatste doelpunt dat hij maakte in de KKD was toevalligerwijs ook tegen Jong Ajax. Die wedstrijd eindigde toen in 4-4. Dat zou zomaar in dit tempo ook vandaag kunnen gebeuren als Jong AZ er maar weer eens uitkomt. Daar is Poku. Oh, wat doet hij dat mooi. Schitterende treffer van Ernest Poku. 2-1 na iets meer dan 10 minuten voetballen. Wat een gevoel. Geen schijn van kans, Zetvoort. Daar zitten Reiziger, Van Halst en Huntelaar. Om aandachtig te kijken naar een volgende kans. Deze is er voor Jong Ajax. En ook die vliegt erin. Met het nodige geluk. Brandes schiet. En flink van richting veranderd. Via Goudmijn vliegt die bal achter Verhulst. Spektakelstuk in Weidewormer. Met een 2-2 stand bij de rust. Flink wat wissels na de rust bij Jong AZ. Als Van Aken, Reversson en Smit komen. En hier is Kwakman. Slim balletje. Reversson. En dat moet hem eigenlijk al zijn. Een van de invallers. Goudmijn, Cassius en Poku eruit gehaald na een helft. Nou, goed gepakt ook wel door Zetvoort. Maar dat we eigenlijk geen schijn van kans moeten hebben. Jong AZ begint goed aan de tweede helft. Er wordt gestapt op buitenspel. Maar de vlag gaat niet omhoog. Dus mag Reversson door. Zijn tweede kans. Oh, dat doet hij heel leep. Nog steeds appel voor buitenspel bij Jong Ajax. Maar uiteraard geen VAR. En dus 3-2. En uitermate cool afgemaakt. Waar is de keeper? Daar. En dan gewoon heel kalm in het korte hoekje. 3-2 Jong AZ. En zo blijft de wedstrijd vermakelijk. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Maar nu geen treffer voor Reversson. Heerlijk gedaan. Mooie paas ook. En dan doet hij dit slim. Laat hem even lopen. En het scheelt heel weinig of het is 4-2. En dan een wat mindere fase qua kans in de wedstrijd. Maar dit is een overtreding. Alleen, er wordt niet gefloten. Bank van Jong Ajax boos. Invaller Alders die daar blijft liggen. Paas van Adai. En daar is het doelpunt van Kewal. 4-2 tot woede van Jong Ajax. Want het leek toch een overtreding in aanloop naar deze treffer. Er komen nog een paar gele kaarten voor de bank. Nog maar eens kijken. Ja, dit is een overtreding van Reversson. Het mag door. Dan wordt hij wel uitermate lekker afgemaakt natuurlijk. Door Kewal. 4-2. Wedstrijd daarmee gelopen. Hier is Kewal weer. Doelpuntenmaker, aangever geweest. Hier geeft hij hem aan Reversson. Adai, 6 doelpunten gemaakt dit seizoen. Terug van een blessure. Raakt bijna hier het doel. En daar is het bijna alsnog via Kwakman de 5-2. Wat een ontzettend leuke wedstrijd. En in de tweede helft wel een stuk eenzijdiger nog dan in de eerste helft. Daar is de volgende kans. Oh, niet helemaal lekker geraakt. Smit krijgt hem. Je zou zeggen geen ruimte om te schieten. Vindt toch wat ruimte. En hij maakt dan wel 5-2. Kees Smit met zijn eerste in het betaald voetbal. Draait makkelijk naar zijn linker. Geen druk op de bal. En voor Jong Ajax is dit tegentreffer nummer 20 dit seizoen. Dat is toch bizar veel. Adai nog maar eens. Komt zijn moment dan ook nog. Invallen. Raakt hier de paal. Dat is pech voor Adai. Wel een assist. Geen doelpunt voor hem. Jong AZ haalt uit. Weer een nederlaag met grote cijfers voor Jong Ajax. Nu 5-2. Op bezoek in Weidewormer.